Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag, 6 september. Of, oh kut, ik leek het. Ik weet even niet meer welke datum, maar ik ga nu snel naar mijn zus. Want zij is zwanger en zij houdt een gender reveal party. Dus ik ben echt benieuwd wat ze wordt. Ze heeft al, ze hebben al 4 jongens samen. Dus ik hoop echt dat het een meisje wordt. En dus gaan we daar heen. Ik ben echt super benieuwd. Het is echt super duper koud. Maria, Maria. Ik ga even snel vast. She reminds me of the West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. She's living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. Oh, she's a lovely star. To the sounds of that guitar played by Carlos Santana. You can take it. I know you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be your baby, baby, baby. Spinning in his bed just like it came from Maytag. White girl wasted on that brown liquor. When I get like this, I can't be around you. I'm too lit to dim it down a notch. Cause I can name some things for you. Hi! Super zenuwachtig! Heb je nou tegen de camera gezegd? Ja, nog even. Meiden, wat hopen jullie? Een jongen of een meisje? Meisje! Jongen! Nee, ja, ik denk een jongen, maar ik hoop een meisje. Oké. Wat hoop je? Wat hoop jullie, een jongen of een meisje? Ik pak nu een ballon. Ik denk een meisje. Ik denk een meisje. Nee, je moet het prikken. Kijk, het lijkt roze en blauw, maar je weet het niet. Zie je? Oh ja, blauw en roze in allebei. Met alles door elkaar. Het is een beetje smerig, soms. En ik ben echt zo blij dat mijn zus een meisje krijgt. Gewoon 4 jongens en dan eindelijk een meisje. Dus ik ben echt super blij mee. En het is nu volgens mij 10:30. Of 10:15. Ik ga snel slapen, want morgen ga ik om 4:45 weer naar Schiphol. En omdat ik zo graag bij de gender reveal wil zijn, breng ik mijn broer mee. Levi. Hij gaat me morgenochtend naar Schiphol brengen. Zodat ik vandaag nog bij de gender reveal kan zijn. Dus hartstikke bedankt, lieve schat. En dan ga ik morgen weer werken tot 3:15. En dan zal ik terug naar mijn verjaardag van mijn neef, Chapula. Dus en zondag gaan we met die Matteo en Givaro een dagje naar Dendril. Dus dat is ook weer een druk dagje. Maar gelukkig heb ik nou morgen 3 dagen vrij. Oh my.
Like, abonneer voor meer jongen. Like, abonneer voor meer. Het is dat. Dat is een nieuwe. En we zijn er dus bijna. En vanochtend waren we naar de kerk geweest, bij Lijfhuis. En nu zijn we hier eindelijk bijna helemaal in de Wassenaar. Het hoort alsof we het hoort alsof we heel hard gaan, maar als je zo voorkijkt, lijkt het meer. Hade, waar ben je? Ik ben hier in de auto. Wat deed je net dan? Hè? Wat deed je net, vier keer duurder? Volgens mij is park. Dit de waterpark daarboven. Ja. Ja, ik zie het al. Tikkebad. Gaan we ook een keer in een attractie? Weet ik eigenlijk ik niet. Ik zie eigenlijk geen leuke attracties, nee. Maar ik denk dat... Oh, bootjes. Sorry? Kom jongens. Kijk. Nee, dat zeggen bootjes. Je kan door de poort in 4 minuten of... Als je naar binnen gaat, gaan we tijd in. Met de mooie boys. Ik ga nog een paar. Waar zijn jullie dan? Deze curry is zo goed. Heel zo goed.